Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. We doen een challenge. Let's go. Wat ik nu ga doen op mijn kanaal is gewoon echt fucking marginaal. Het is echt dom en tegelijk ook stom. Maar doe een like, dat is fucking bom. Ik heb een broek aan, jij ook. Oh wacht, fuck. Ik stink naar de look. Maar wacht, vergeet die like niet. En reageer ook, holy shit. Ik meen het, jongens, dit is erg. Ik doe een challenge op een berg. Ik woon hier in een stad. En als het vriest, dan is het glad. Let's go. Ik zit hier met vandaag een nieuwe video. Vandaag doen we dus de banana sprite challenge. Dat houdt heel simpel in dat ik 2 bananen moet opeten super snel en meteen daarna een halve fles sprite zo snel mogelijk moet atten. Natuurlijk kan je een fles sprite niet echt atten omdat er fucking veel koolzuur in zit. Dus ik bedoel de bruis. Dus ik moet toch wel 0,75 centiliter sprite drinken. Voor degenen die het niet zouden weten, sprite en banaan heeft niet echt een chemische reactie, maar omdat er zoveel koolzuur in sprite zit en omdat banaan nogal een groot deel van je buikding inneemt, reageren deze 2 zo dat je maag eigenlijk wel dat die gekuist wordt en dan moet je overgeven. Maar natuurlijk ben ik voorbereid en heb ik een mooie pot voorzien. Stel ik spuug ik deze vol en ik ga niet zo spugen, zo want ik steek mijn hoofd dan erin. Ik ga er een beetje boven hangen dat jullie zien dat ik niet fake of zo. Jongens, ik ben super bang. Ik trail hier echt. Ik heb echt geen zin om deze challenge te doen, want ik weet het niet. Ik weet zelf niet waarom ik het doe, maar ik doe het toch speciaal voor jullie. Dus doe maar een duimpje omhoog als jullie meer zo'n challenges willen. Dus ja, ik zou zeggen, let's go. Hier is hij, de allereerste banaan. Ik ga deze opeten, alle 2. Ik ga het een beetje versnellen. Dus let's go. Oké, de 2 bananen zijn weg. Nu, Sprite. Ik drink niet eens graag Sprite. Let's go. Zoals ik zei, er zit fucking veel koolzuur in Sprite. Het bruist als een hek. Ik weet niet wat het is, maar we gaan verder doen. Holy shit. Ik voel zo al dat mijn buik gevuld is met fucking shit. En er zit al te veel in. En ik heb nu al geen fucking zin meer om nog te drinken. Maar we doen het toch. En ik voel dat het al een beetje naar boven aan het komen is. Het is echt het wordste gevoel ooit. Oké, we zijn al onder het etiket. Godverdomme man, het zit hier. Ik voel het zo traag naar boven komen. En ik tril helemaal, ik ben echt bang. Het is lang geleden dat ik nog heb overgegeven. We gaan verder doen. Het doet meer pijn dan iets anders, ik meen het. Godverdomme. Ik denk dat ik bijna in de helft zit. En, oh my god. Mijn buik is een beetje aan het, ik weet niet, tegenwerken op het vlak van slikken, denk ik. Want ik voel echt die banaan en al die shit naar boven komen als een raket. Holy shit. Godverdomme, doe dit niet thuis. Het is zeker niet aan te raden. Oh my god. Ja, jongens. Oh my fucking god. Het is, ik weet het niet. Het doet pijn. En, kom op. Er moet nog Sprite bij. Oh my god. Oké. Even proeven naar jullie. Dat ik wel al Sprite heb gedronken. Ja.
We zitten al zo ver in de fles. Ik denk dat ik er nog een deeltje moet uitdrinken. En dan ja, hoop ik dat er iets gaat gebeuren. Ah! Oh my god. Dit is de ergste, pijnlijkste, fucked upste challenge die ik ooit heb gedaan. Heel mijn buik trekt samen. En mijn buik zit fucking vol. En ik weet niet wat het is. Maar ik moet heel de tijd boeren. En normaal boer ik nooit. Dus ik weet niet hoe het gaat. Pardon voor elke keer dat ik heb geboerd. Godverdomme. Ah, het voelt niet goed, jongens. Het voelt eigenlijk niet goed. Ik heb de emmer er al bij genomen. Stel het zo te erg worden. Oh my god. Ik voel me niet goed. Ik weet niet wat ik moet doen. Godverdomme. We zitten dus in de helft van de fles. Veel meer zelf dan de helft. Ik heb er denk ik iets meer uit gedronken. Oh my god. Mijn kat komt ook een keer kijken hoe het is. Ik denk, oh my god. Poesie op de grond, op de grond. Code rood, code rood. Ik zit hier echt al 5 minuten. Met het gevoel van ik ga moeten kotsen. Maar ik weet het niet. Het zit zo hier. En het komt niet verder. En ik kan ook geen spray meer doorslikken. Ik zit echt vol. En mijn buik doet echt raar. En ik denk als ik de camera ga uitdoen. Dat ik gewoon echt dan pas ga kotsen of iets doen. Ik weet niet wat het is. Ik voel me echt raar. Fucked up. Op internet stond er ook. Als je niet moest overgeven. Dat je nadat je het had gedaan. Spreidsprongen moest doen. Dus ik kan nu even wat spreidsprongen doen. Op 1, 2, 3. Hier zijn we dus na de challenge en jongens, holy motherfucking shit. Ik heb net zonder bluff een half uur op mijn bed gelegen met de emmer naast me. Hier zie je hem voor de mensen die het niet zouden geloven. En ik heb niet moeten overgeven. Heel raar. Ik heb wel heel erg veel pijn gehad in mijn buik. En ik heb zeker nog 666 keer moeten boeren. Deze challenge is zeker niet aan te raden. En ik had gedacht, als ik moet overgeven, is er wel iets leuk aan voor jullie of zo. Maar deze challenge was eigenlijk meer leedvermaak, denk ik. Voor de mensen die niet weten wat leedvermaak is, het is lachen met mensen in pijn. Maar het was, ja, het was leuk. Ik heb bananen gegeten, dagelijkse fruit. Dus vond je het een leuke video? Zoals ik al zei in de intro rap. Zeker een duimpje omhoog. Ik ben Heysit. Ik zeg bedankt om te kijken naar deze challenge. Willen jullie meer challenges? Gewoon dat ik dat doe aan mijn tafel. Of gewoon op straat of ergens anders. Doe dan zeker een duimpje omhoog. Reageer ook. Ik ben Heysit. Ik zeg veel succes met jullie examens morgen. Echt waar. Ik hoop dat jullie er voor alles door zijn. Dat jullie goede punten hebben en een leuke kerstvakantie kunnen hebben. Ik ben Heysit. En ik zeg adios. Bitches, don't try that at home. It hurts very much. Adios.